What up, Mavericks? Ik ben Rick en vandaag spelen we weer Sonic and the Black Knight. In de vorige aflevering hadden we in de Deep Woods hadden we een paar missies gedaan. En we hadden wat geld gegeven aan de townsfolk. En we hadden heel veel ruzie met de bewakers ervan. En vandaag kregen we de opdracht om een draak te verslaan in de Titanic Plane. Dus dat gaan we natuurlijk vandaag doen. Hopelijk vinden jullie dit een leuke video. Als jullie dit een leuke video vinden, drop dan een like. Maar dat moeten jullie pas doen aan het einde van de video, hè? Niet helemaal aan het begin. Oh. Pas als jullie echt mening hebben over de video, probeer er dan... Oh, zeg van, dit vind ik leuk en hier wil ik meer van. Ik wil daar niet meer, ik wil niet meer de keer hier van doorgaan. En waarom is deze grote guy? Die grote gast, die is... Weet je wat, ik ga... Thank you. Oh. Kan ik? Ah, ik weet eigenlijk... Oh, ik moet gewoon rennen. En als je... Dit vind ik wel echt een hele... Dit vind ik wel echt een hele, hele mooie map. De Titanic Plane. Oh. Oh. Goodbye. Nee! Oeh. Ja, boeien. Oeh. Oh, kissie. Kan ik nog de kist pakken? Boeie, ik wil die kist gewoon. Doei. 20 muntjes. Oeh, slide. Nee, 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 nee. Was dat het? Oké. Okay. Kunnen we naar... Waar moet ik naartoe dan? Oh. Hoppa. Oeh. Hier zijn weer wat mensen. Oeh, geld. Hier, ik heb wat geld voor je. Hier, krijg ik nog wat terug? Thank you. Nou, dat ging gemakkelijk. Ik hou niet zo heel erg van in stekelballetjes lopen. Dat is iets van mijn dat is mijn minst favoriete activiteit om te doen tegen stekels aanlopen. Kan ik dit? Bruh, je kan. Ik heb geen geld. Die kwamen echt uit het niets, maar oké. Okay. Nee, ik ben echt te bang om gewoon geraakt te worden nu. En dat was het, dat is alweer de goal. Lekker. Ik was echt stil deze hele missie lang. Ja, één ster maar, ja, begrijpelijk. New rule. Oh, battle. New special title. Lekker. En een nieuwe missie. Sowieso wil ik wel het cadeautje nemen. De rapier.
En dan dit. Oh. Jammer. Een nieuw boek. Wat is dit? Sir Gawain. Gawain John, nee. Wie is dat ook? Oh, is dit? Dit is hem. Volgens mij, dit is hem. I don't suppose you're gonna let me by. You look just like this knucklehead I know. Ho! You dare mock Sir Gawain, Knight of the Round Table? An act most unwise, my friend. Wait. I'm not trying to pick a fight with you. I was heading to a cave to save some people from a dragon. Ah, you cannot fool me with your lies. No doubt you're after the dragon's treasure. Oh, man. You sound just like that knucklehead, too. You have defied King Arthur. This place shall be your grave. Knuckles. Ik wist niet eens dat dat ze teamsong in dit spel ook de Knuckles rap was. 2. Ik ben zijn attacks kwijt. Wat? Weet je wat, ik ga hem gewoon... Waarom kan ik hem niet... Waarom mag ik niet weglopen ofzo? Oh mijn... Doei, ik ga even weglopen van jou. Okay, no. Fuck. Oh, I hate this boss fight now. Weet je wat, ik blijf gewoon... Hoe is dat nou een winnende strategie? Gewoon blijven slaan. Ik dacht, ik ga gewoon deze dit gevecht nu even mijn frustratie uitlaten. Nou, een nieuwe special title en een nieuwe character sowieso. Dat is dan Knuckles met zijn zwaarden. Een nieuw movie. Oké, ik ben volgens mij moet ik weer stil zijn. Music changes. Wat? Ik ga die straks even equippen hoor. Ik wil het echt weten. Daar ben ik nu echt nieuwsgierig naar. New mission location. Oké. Moeten we nog die draak
Perfect hit to perfect hit. Oké, maar eerst gaan we gewoon de equipment. Ja, oké. Wat is dit? Slightly protection from poison. Number of... Oeh, die is wel goed. Nu noem ik deze. En met even... Ik ben echt benieuwd naar de Knuckles Amulet. Landing dash. Oh... Dus iedere keer... Ah, iedere keer als ik... zo vervolgens krijg, dan... Dan krijg ik een nieuwe bonus. Oké, dat is wel handig. Yes, I'm ready. Perfect hit tutorial. Volgens mij weet ik wat ik moet doen, maar... Zo. Ja. Dat is gewoon... Je moet... de plusjes zien. Wat ik al de hele tijd deed. Ah, die was minder. Die was goed. Oh mijn god, dit is de beste. Dit is de beste medaillon ooit. We hebben gewoon de Knuckles rap als achtergrond. Dit is nu al veel beter dan alles. Dit blijft gewoon op ons. Oh nee, nu zit ik te denken. We krijgen de Knuckles rap. Onder het gevecht met King Arthur. Oh, dat gaat zo leuk worden. Oh mijn god. Ah, we moeten naar de Crystal Cave. Oké, nou, ik had jullie beloofd de draak weer te verslaan. Maar nu wordt het onder de leiding van de Knuckles rap. Holy hell. Oh mijn god. Here I come, rougher than the rest of them, the best of them. Come on, Knuckles, I like Sonic out of the chuckle. Dit vind ik echt een van de grappigste Sonic nummers ooit, de Knuckles rap. Ik weet niet wat het is. Eigenlijk, de Knuckles rap is veel beter dan iedere rapmuziek van Nederland ooit. Ik wist niet wat ik moest doen. Slaan. Kan ik? Ah. Hoppa. Ja, dit is stekels. Als ik nu één keer geraakt word. Ik wou al zeggen, als ik nu één keer geraakt word, dan ben ik dood. Oké, ik moet. Zo, hehe. Nee. Hij zat zo van, hoi man, ik ben het welkomstcomité, je bent niet welkom. Give me a break. Ik probeer een draak te verslaan in dit spel en jullie laten me niet die draak verslaan. Hoppa. Trup. Bam. Wat is dat? Hoppa. Dun.
Oh mijn god. Dit. Hoezo duurt deze missie is nu al echt zo lang? Ik denk omdat ik al één keer dood ben gegaan. Hierin, dus. Ja, dat kan ook een impact hebben op de lengte. Oh, ik vind het. Nee, ik vind deze missie nu al niet de leukste. Hoppa. En. Now it's showtime. Mag ik? Oké. Doei. Ik heb geen zin in. Ja, zo kan je het ook doen. Oh. Was dat het? Nou, dat was het nog niet, maar. Wat? Hoppa. Zo, we gaan er even doorheen. Even doorheen. Ik moet even snel doorheen, oké? Okay? Jongens, ga alsjeblieft. Oh. Ik heb nog 12 dingen, dus. Oh, is dat. Ga weg. Oké. 3 sterren. Ik had echt veel minder sterren verwacht, eigenlijk. Nieuw missie. Proficiency level. Oh, lekker. We hebben iets nieuws gekregen. En nieuwe achtergrondmuziek. Nou, ik heb geen nieuwe achtergrondmuziek nodig, want deze achtergrondmuziek die we nu hebben is al goed genoeg. Hoppa. Nou, dit gaat nu nog best wel lekker. En. Hoe lang moeten we er nog over?